Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Schiedam 2019. Nou, er komt een willekeur aan gasten langs. Rob Roos van het Theater aan de Schie. Rob, allereerst het beste wensen en dan de bekende vraag voor het theater. Wat ging er vorig jaar geweldig en wat was zorgelijk? Nou ja, zorgelijk, dat hebben we niet zo snel moet ik zeggen, maar wat erg goed ging. Zijn we de derde keer genomineerd voor het meest gastvrije theater van Nederland. Dat is natuurlijk een hele mooie prijs van de ANWB. We hebben een record aantal bezoekers gehad afgelopen seizoen. En ook dit seizoen, dus het lopende seizoen, ziet er weer heel positief uit. Dus heel veel mooie berichten voor ons. Waar ligt de lat dit jaar voor jullie? Nou, je bent nooit klaar. Hè? We kijken natuurlijk, als zolang er een stoel leeg is, hebben wij een missie. Dat is altijd het credo. Dus, en er zijn natuurlijk altijd wel kaarten te koop. De populaire voorstellingen, ja, die zijn snel uitverkocht helaas. En we hebben steeds meer uitverkochte voorstellingen. Dat is weer een mooi signaal. Maar we willen natuurlijk nooit nee zeggen. Maar er zijn nog prachtige voorstellingen waar nog meer dan genoeg kaarten voor te koop zijn. Dus daar is onze aandacht op gericht. Ten slotte, de nieuwe entree. Gaat die er komen of niet? Nou, wat ons betreft natuurlijk wel. Deze maand is een spannende maand, want dan gaan we weten wat het gaat kosten. Maar het staat in het collegeprogramma, dus ze willen er serieus naar kijken. En wij ook, we zijn erg verwachtingsvol. Claudia Lansbergen, Stichting Promotie Schiedam. Hoe was het jaar 2018? We kunnen terugkijken op een heel mooi jaar en toenemende aantal bezoekers die naar het mooie Schiedam komen. Toch even over de locatie. Weten mensen het nou echt te vinden? Ja, het is inderdaad meer bekend nu. De bewegwijzering is in aanmaak. De gemeente is daar druk mee bezig om ons nog meer in de picture te krijgen. En daar zijn wij ook van in afwachting. Nou, denken jullie mee over Schiedam? Wat zou je veranderd willen hebben voor de toeristen om nog meer te komen? Nog meer te komen. Nou, ik denk dat we nu op het moment heel goed bezig zijn, ook qua communicatie. Om dat uit te zetten, regionaal en landelijk. Maar ja, we zijn ook heel druk bezig over de grenzen, weten ze ons toch te vinden. Marco de Laat, je zit in de sportjury voor het sporttalent. Hoe moeilijk is dat om te beoordelen? Ja, het is natuurlijk super ingewikkeld, omdat Schiedam, kwam ik achter, heeft best wel heel erg veel getalenteerde sporters. En ga maar eens twee sporten vergelijken natuurlijk. En we zijn natuurlijk echt cricketstad en we hebben ook veel voetbal. Maar ik vind het ook leuk om te zien dat andere sporten zoals hockey en handbal en ook tennis ook steeds meer echte talenten opleveren. Dus... Even een gewetensvraag, zijn de winnaars al bekend? De winnaars zijn bekend en wat denk ik wel superleuk is om te vertellen is dat de publiekstem dit jaar echt het verschil heeft gemaakt. Dus de jury was verdeeld, maar de publiek heeft het bepaald uiteindelijk. John Massaar, directeur van het Fonds Schiedam-Vlaardingen. Allereerst de beste wensen. John, vooruitkijkend en terugblikkend. 2018, goed jaar voor het Fonds? 2018 was een prima jaar voor het Fonds. En overigens, jij ook de beste wensen voor het jaar 2019. Ja. Wat zijn prima resultaten? Waar ben je trots op? Waar ik met name trots op ben, is dat we in oktober bekendgemaakt hebben dat we 1 miljoen ter beschikking stellen voor projecten die armoede onder kinderen terugdringen. In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. En hoe gaat dat werken? Iedereen die dat wil, kan voor 31 januari 2019 een aanvraag indienen. Alle gegevens erover staan op de website. We doen dit keer anders dan anders. We vragen geen cofinanciering als dat belangrijk is. En je kan aanvragen indienen voor maximaal 4 jaar. En je wordt begeleid door Movisie als dat prettig zou zijn. Zijn er nog meer doelen voor het komende jaar die op de plank liggen? Nou ja, voor het komende jaar willen we graag dat miljoen zo goed mogelijk besteden. En we hebben ook weer een programma opgestart voor burgerinitiatieven. Iedereen die een burgerinitiatief heeft, kan tot en met 31 maart een aanvraag indienen. Dan kan je een aanvraag indienen voor projecten tot 10.000 euro met een groepje burgers. Aart Luca, het bewoner van Oost. Je gaat straks de wethouder een brief aanbieden. Wat staat erin? Goeiedag. Nou, dat de stedenbouwkundige opzet van Schiedam niet in handen moet gegeven worden van de aannemerscombinatie. Maar ook van de bewoners van Schiedam-Oost en de leerlingen van Schiedam, die kunnen daar ook hun mening over geven. En dat gebeurt nog niet? Nou, in de krant staat enkel maar de aannemerscombinatie en niemand van de gemeente. En ik wil bijvoorbeeld dat de woningen zo geprojecteerd worden met een schuin dak, dat de schuinte naar het zuiden wordt gericht. Dat kost niks, maar dat moet nu bepaald worden. Ik wil dat er een windmolen komt. Als je alles volzet met woningen, ja, dan kan er geen windmolen meer bij. Dat moet nu bepaald worden. Cor Heukels van het Blauwhuis, ik wens jou, alle leden en mensen die daar komen, gewoon een heel gezond en leuk jaar toe. 2018 was voor jullie een geweldig jaar. In welk opzicht? Nou ja, in heel veel opzichten. Ledenaantal, behoorlijk gestegen. Maar natuurlijk het grote veranderen, dat was natuurlijk het verhuizen van de Lange Nieuwstraat
naar het spinnaarspad. Zijn jullie gewend? Dat durf ik wel te zeggen, ja. Helemaal in zin. Ja. Maar dan is het de tijd voor de nieuwe activiteiten. Hoe gaat het met nieuwe leden en wat staat er op het plan van aanpak? Nou ja, er zijn al een aantal nieuwe activiteiten gestart. Zo hebben we nu Engelse les. Het wordt een van de leden is lerares Engels geweest. Dus. Walter en Connie? Zoiets, ja. Ja. Maar dat is wel heel erg lang geleden. En dat doet ze op een hele toegankelijke manier. We zijn net als behoorlijk wat andere organisaties ook gestart met het verstrekken van een warme maaltijd in de week. Rustig begonnen. Wat eten we morgen? Morgen, wat jij morgen eet, weet ik niet. En zo weet ik het ook niet, want het is woensdag. Ja. Dus iedere woensdag vanaf een uur of half vijf kan er voor €5 een warm hap gegeten worden. Dus Koos Schijmelen, allereerst gezondheid en geluk voor 2019. Jij van hetzelfde, Jan-Willem. Een heel mooi gezond jaar. En laten we ervan uitgaan, veel meer van die hele leuke mooie filmpjes. Dat is mooi, dankjewel. De feest- en gedenkdagen, dat is jouw specialiteit. Voordat je het weet is het alweer 4 mei. Wat doe je nog meer aan gedenkdagen? Het zijn natuurlijk de gedenkdagen in 2019 die we dit jaar weer oppakken. Maar we zijn volop bezig ook weer met de voorbereiding voor 2020. Want ja, dan is het weer 5 jaar jubileum. En in welke hoedanigheid wil je dat vieren? Groot. Ja, echt groot. Klappers uit de school, een beetje? Nou, we zullen inderdaad een paar tipjes van de sluier oplichten. We willen 's morgens weer gaan beginnen met een heerlijk Schiedams ontbijt op de plantage. Dat is een mooie locatie om dat te gaan doen. Als het een beetje meezit, weersomstandigheden goed zijn, dan toch weer de parachutist met de vlag 75 jaar bevrijding naar beneden. 'S middags muziek in de stad. Hier op Stadserf een popfestival voor de Schiedamse jeugd. In de Grote Kerk, koren en orkest. Om daar dan op dat moment een groot spektakel te maken. Dus die moet al in de agenda, hoor ik nu al. Ja, die moet zeker in de agenda. Maar de klappen komt 's avonds natuurlijk, hè. Ja. Tap toe hier op Stadserf. Eindelijk is hij terug. Ja, met afsluitend vuurwerk.